Universiteit van Nederland legt uit. Waarom valt een boterham altijd op de besmeerde kant? Je zult het altijd zien. Ben je lekker een boterhammetje aan het smeren, valt die zo van het aanrecht af. Ja, natuurlijk altijd met die besmeerde kant naar beneden. De eerste verklaring zou je natuurlijk kunnen zoeken in dat je het gewoon beter onthoudt dat die boterham op de verkeerde kant is gevallen. Dat noemen we ook wel negativity bias. Dus je onthoudt beter wat fout gaat dan wat goed gaat. Maar dan is natuurlijk ook wel de vraag, is er misschien een natuurkundige verklaring voor het probleem van de vallende boterhammen? Misschien denk je, het ligt aan het gewicht van het beleg dat die boterham steeds verkeerd valt. Maar dat is niet helemaal waar. Een gemiddelde boterham die weegt 75 gram. Nou, deze is zelfs lichter, die weegt 45 gram. En het gemiddelde beleg is veel lichter. Nou, en dat beleg smeer je ook uit over de boterham. Dat doe je natuurlijk heel gelijkmatig. Dus het gewicht wat je aan één kant van die boterham toevoegt, dat is eigenlijk te klein om in dit geval een effect te hebben op de val van de boterham. Komt die wel echt altijd met de besmeerde kant beneden? De BBC besloot dit te testen door experimenteel 300 keer een boterham in de lucht te gooien. En dan te kijken of die natuurlijk op de besmeerde kant terecht kwam. En wat bleek? In 50% van de gevallen kwam die op de besmeerde kant terecht. Er was dus niet meer een reden om aan te nemen dat die altijd op die besmeerde kant terecht komt. Er was één groot verschil tussen dat experiment en iemand die lekker een boterhammetje staat te smeren. Jij gooit tijdens het smeren natuurlijk die boterham niet zomaar in de lucht. Meestal sta je aan een aanrecht en valt die boterham per ongeluk van het aanrecht af of van de tafel. Nou, en als die elke keer van ongeveer hetzelfde aanrecht afvalt op dezelfde manier, ja, dan is het best wel logisch om aan te nemen dat die dus ook altijd met dezelfde kant omhoog of omlaag terechtkomt. Die boterham valt dus helemaal niet altijd met de besmeerde kant naar beneden. Dan moeten we toch even terug naar de natuurkunde. De val van de boterham kunnen we namelijk beschrijven met de tweede wet van Newton. En die wet stelt dat als er een netto-kracht op een voorwerp wordt uitgeoefend, dat voorwerp gaat versnellen. Netto-kracht, kun je erbij uitleggen? Ja, als een boterham op tafel ligt, dan werken er verschillende krachten op die boterham. Dus de tafel houdt de boterham omhoog, maar de zwaartekracht trekt de boterham naar beneden. Als ik die boterham nou in één keer een duw geef, dus ik oefen een kracht uit, dan begint die boterham met versnellen. Dat is de tweede wet van Newton. De boterham wordt dus door de zwaartekracht naar beneden versneld. Maar dan is nog wel de vraag van waarom komt die dan op de kop terecht? Nou, stel je eens voor, je houdt die boterham met twee handen vast. Als je nu die boterham met twee handen tegelijkertijd loslaat, dan valt die in theorie en in praktijk recht naar beneden. Maar we hadden al vastgesteld dat die boterham niet zomaar valt, maar dat die van een aanrecht afvalt, dus over de rand heen. Stel je nou nog eens voor dat je die boterham vasthoudt, en dat je nu één hand net iets eerder loslaat dan de andere. Die ene kant van de boterham begint dan eigenlijk eerder te vallen dan de andere. En de boterham begint dus te draaien. De natuurkundige Robert Matthews die stelde met behulp van de tweede wet van Newton de vergelijking op die de val van de boterham beschrijft. En hij nam daarvoor aan dat de gemiddelde tafel ongeveer 75 centimeter hoog is. Hij gebruikte de gemiddelde afmetingen van de boterham en het gemiddelde gewicht. En daarmee berekende hij dat die boterham minimaal een halve, maar maximaal drie kwart van een draai zou maken. En dat betekent dus dat als het beleg eerst aan de bovenkant zit, dat beleg dus inderdaad onderop op de vloer terechtkomt. Komt die 100% van de tijd dan op die besmeerde kant terecht? Nee, je kunt ook geluk hebben. Want wat Matthews niet meenam in zijn berekening is wrijving. Wrijving is, als je bijvoorbeeld je handen over elkaar wrijft, ja, dan voelt het een beetje stroef. Dat is wrijving. En die wrijving is er ook tussen de boterham en de tafel. En wrijving is eigenlijk heel erg lastig te voorspellen. Dus het kan zijn dat je geluk hebt en dat die wrijving net even anders is, zodat de boterham toch goed valt. Kunnen we nu ook nog iets doen om die boterham wel goed te laten vallen? Ik kan je een paar suggesties geven. Uit de berekeningen blijkt dat als je maar een hoog genoeg tafel hebt, dat die boterham veel meer kans heeft om goed te vallen. Maar er blijkt wel uit dat die tafel dan minimaal 3 meter hoog moet zijn. Dus dat is misschien niet heel praktisch. De afmeting van de boterhammen spelen ook een grote rol. Als die boterham maar klein genoeg is, heeft die ook meer kans om goed te vallen. En nog een tip? De volgende keer dat die boterham dreigt te vallen van je aanrecht, dan kun je proberen hem nog een extra zetje te geven. Je geeft de boterham dan horizontale snelheid en in plaats van over de rand te vallen, wordt hij dan een soort van horizontaal afgeschoten. En hij krijgt dan niet de kans om zich eigenlijk om te draaien tijdens die val. Dus dan is de kans heel groot dat die boterham toch met de jam naar boven terecht komt.